Oh, dus ja. Het omgekeerde is waar hoor. Als je deze talk gezien hebt, hoef je dat boek niet meer te kopen. Oh. Dus nee hoor, hij ligt hier. We gaan er straks eentje weggeven. Wat ik ga vertellen is geen raketwetenschap, maar als het goed is het wel, doet het een stukje inspiratie op. Dus dat is de bedoeling. Heeft iedereen een stukje papier bij de hand? Wie heeft geen papier en wil dat wel? Nou, hier ligt wat. Vraag het even aan je buurman. Seffi heeft in de goodiebag een dingetje gedaan waar je lekker op kan krabbelen. Maar pak er een stukje papier bij. Vaak in evaluaties van conferenties komt terug. Heel leuk, heel inspirerend, maar wat moet ik er nou precies mee? Als je op een moment in deze talk dat idee hebt, grijp meteen in en zeg Bas, hoe dan? Kom op, want het zou zonde zijn als je niet één of twee ideetjes eruit haalt waar je echt, echt mee aan de slag kan. Is dat voor iedereen, durft iedereen dat? Yes, dan gaan we starten. Even een klein dingetje wat we gedaan hebben, omdat GDPR, de dingen die je op je site kan doen, enerzijds is heel veel proceswerk, anderzijds kun je op je site een aantal dingen doen. We hebben een plugin, de WP GDPR Compliance, die werkt met Gravity en WooCommerce en dat soort dingen. Gratis plugin, je bent niet in één keer GDPR er helemaal van af, maar de dingen die je op je site kan doen, die, daar ben je klaar mee. Staat in de slides met een linkje naartoe, die deel ik aan het einde, of die staan online. Zal ik aan het einde noemen. Bas, ik ga niet te lang stilstaan bij onszelf. We doen WordPress voor tv-programma's, goede doelen en het MKB, of KMO, in het Belgisch klein-midden ondernemer. En we doen het met 21 nerds in het hartje van Amsterdam. Koffietijd, tv-programma, voor de Nederlanders bekend, voor de Belgen, vast gelukkig niet. We doen wat dingen, apps voor, dit was een radioshow een paar jaar terug, de grootste radio-event. Appje voor erbij, weer gevoed vanuit WordPress. Goede doelen, proefdiervrij. Denk vast na over deze vraag, die wordt straks belangrijk. Hoeveel proefdieren worden er jaarlijks gehouden in, België, maar Nederland? 5.000, 50.000 of 500.000? Denk vast over na. Andere klant, goed doel is Bits of Freedom. Zijn we veel bezig met de burgerrechten op het gebied van privacy. En we hebben net een boekje geschreven. Champagne bij de Porsche dealer. Die gebruiken we vaak als metafoor voor wat we vandaag gaan bespreken. Als je een Porsche koopt, dan is de kans heel groot dat je daar een fles champagne bij krijgt. Waarom zou dat zijn? Een stukje luxe, luxe product. Goeie. Huh? Gefeliciteerd, precies. Wat zij zouden kunnen doen is in de showroom een dienblad met glaasjes champagne voor iedereen die langskomt. Wat zou er dan gebeuren? En zijn dat dan de klanten of zijn dat, komen er dan ook andere mensen? Het zal allicht heel druk worden in de showroom. De vraag is of het de juiste mensen zijn, maar je kan al wel eerder met het merk bezig zijn. Al voordat je de Porsche koopt, is die dealer toch al sympathiek. Het verhaaltje komt straks nog een keer terug aan het einde, dan is hij relevanter. Hoeveel van jullie is een MKB-club of zo'n KMO? En hoeveel van jullie zijn ondernemers, zelfstandig? Kijk, dan hebben we ze bijna allemaal. Wie van jullie is vorig jaar gegroeid met zijn bedrijf? Kijk, dat is een derde ongeveer. Als je kijkt naar de Nederlandse cijfers, ik heb Belgisch gezocht, maar het zal niet heel ver uit elkaar leggen. De economie die groeit weer, maar ze zijn gaan kijken van hoeveel procent van de MKB-bedrijven is gegroeid. En dat was maar 10%. Wat dus betekent dat in Nederland 90% van die clubs niet groeit. Ik vind dat wel groundbreaking. Want 90% van de bedrijven groeit niet. Of een van de oorzaken daarvan was, digitaal wordt gezien als een bedreiging en niet als een kans. Nou zal dat voor de meeste mensen hier, er is heel veel groei, dat is, daarom gingen de handen omhoog. Maar voor de klanten van veel mensen hier, daar zal dit wel over gaan. En hoe komt dat? Een van de dingen die eruit staat. Hoeveel procent van de aankopen, of dat nou business to business of business to consumer is, hoeveel procent daarvan start online? Heeft iemand een idee? Iemand, roep maar. 80. Wie ziet meer, minder? 40, ik hoor. Het gemiddelde inderdaad antwoord is 64%. Start online. Als jij een website hebt die niet interessant is voor de kopers, of überhaupt geen website, maar dat zijn er niet zoveel meer, dan ben je die 64% van die potentiële klanten ben je kwijt. Die 64% van de potentiële klanten is jouw klant al kwijt. Wie zegt dit over zijn eigen website? Het is een digitaal visitekaartje.
Wie denkt dat er klanten zijn die dit over hun website zeggen? Allemaal, hè? Waar we het over gaan hebben is kijken hoe kun je de doorvertaalslag maken van een visitekaartje naar, nou, we zeggen een online salesmachine. Dat was ook de naam van de tijd. Customer journey. Iedereen heeft daar, wie heeft daarvan gehoord? Allemaal. Wie heeft er niet van gehoord? Oké. We gaan niet de customer journey van A tot Z uitwerken, maar we gaan puur kijken naar het stukje sales. Wat is de rol van een website? Of bij welke afdeling van een bedrijf moet een website aansluiten? Sales. Mooi. Ik denk dat het, dit kunnen jullie waarschijnlijk niet goed lezen. Een website kan voor alle afdelingen in een bedrijf, of het nou support is, of sales, of ontwikkeling van nieuwe producten, kan hier een rol spelen. Maar het allermakkelijkste om mee te starten, of vaak het meest lucratieve om mee te starten, is sales. Omdat als sales succesvoller wordt dankzij een website, is er budget om meer te gaan doen. Focus van de tax kan ook puur sales zijn. MKB'ers werken vaak met zo'n soort sales funnel. Geïnteresseerden, nou de leads of de mensen met wie ze aan tafel komen en een percentage daarvan komt aan tafel. Of wordt klant. Wie werkt er? Wie heeft deze cijfers van zijn eigen onderneming echt op het netvlies? Gevoelsmatig wel. Kijk, Seffi, ja, marketingorganisatie, die hebben dat vaak beter. Wat wij zeggen, als je werkt met digitaal, dan voeg je er twee fases aan toe. Dus je hebt de bezoeker, op een website bijvoorbeeld. Nou, laat wat gegevens achter, formuliertje, downloadje, wordt een lead, percentage ervan wordt klant. De funnel waarmee je digitaal moet werken en eigenlijk al je zaken op moet zetten, die zegt, bij een klant ben je niet klaar. Bij een klant, daar ga je proberen een ambassadeur van te maken. Iemand die graag over jou vertelt. Als het goed is, als je het woord ambassadeur hoort, denk je meteen aan, wauw, oh ja, ik heb gewoon 2 of 3 ambassadeurs. Wie heeft er ambassadeurs? Ieder bedrijf heeft ambassadeurs. Dit is niet iets wat typisch digitaal is. Je hebt ze al. Maar het is heel interessant om te gaan kijken, wat kunnen wij doen om die ambassadeurs te gaan faciliteren, om die te helpen om nieuwe vreemdelingen te gaan bereiken. Vreemdeling, wat is dat? Of wat is mijn definitie hier? Is iemand die wel potentieel jouw klant zou kunnen zijn, maar die jij nog niet bereikt. De enige plek waar je, of een van de weinige plekken, of een, de plek waar je het makkelijkst vreemdelingen kan bereiken, is bijvoorbeeld op social media. In de LinkedIn-tijdlijn, in de Facebook-tijdlijn. Het nadeel daarvan is, op het moment dat zij in die tijdlijn aan het scrollen zijn, zitten ze op alles te wachten behalve jouw verhaal. Dus het is heel belangrijk om content te maken die supersnel te consumeren is. Het liefst gedeeld door een ambassadeur en niet door jezelf, want dan is het geloofwaardiger. En die ze verleidt om eens naar die website te gaan. Waar we het over gaan hebben is een heel simpel framework, drie stappen, die je helpt met welke content moet je in welke fase maken. Klantmagneet. Er zijn allemaal woorden voor. Ik gebruik het woord klantmagneet. Een klantmagneet helpt een bezoeker bijvoorbeeld om naar de volgende fase te gaan. Wie heeft er een whitepapertje of zo op zijn site? Kijk, dat zijn er wel veel. Wie twijfelt erover of dat een goed idee is of wil daarmee aan de slag de komende tijd? Oké, we gaan een aantal handvatten doen om daarmee aan de slag te gaan. Ik laat even 2 klantmagneten zien. Dit is er eentje die we gemaakt hebben bij het boek. Nou, 5 video's. Dit zijn de features. Ik wil meedoen. En dit is een andere. Je hebt een club die heet Home Run. Dat ze maken recruitment software. Om zichzelf te promoten hebben zij allemaal whitepapers gemaakt die jou als werkgever helpen om in het hele recruitment proces. Als je kijkt naar die 2 klantmagneten, waar in dit proces horen die 2? Kan iemand bijvoorbeeld die eerste, Create, dat e-book, waar hoort hij? Dus hoort hij hier, daar of daar? Aantrekken. Aantrekken, wie is het daar niet mee eens? Wat zeggen jullie? Converteren. Iemand iets anders? Nee, dus 1 van deze 2. En die andere met die video's? Hangt er vanaf waar je staat. Kijk, waar we naartoe gaan is zo'n klantmagneet, want we horen aantrekken, we horen converteren.
Zo'n strategie met stapjes gaat alleen werken als je klantmagneten hebt voor elke fase. Dus niet eentje die je ergens plot, maar voor al die fases. Een vreemdeling ga je met een klantmagneet een bezoeker maken. Een bezoeker ga je met een klantmagneet een lead maken. En een lead met een klantmagneet een klant. En misschien wel zelfs een klant een ambassadeur. Dat is waar we het over gaan hebben. Je gaat een content maken die aansluit bij al die verschillende fases. We noemen het drie trapje daarvoor know, like en trust. Ik heb hem iets meer dan een jaar geleden geleerd. Toen ben ik al mijn content, want ik heb ook ooit ja gezegd, niet heel lang geleden op is je website een visitekaartje. We zijn al ons content gaan converteren naar deze fases, know, like en trust. En sindsdien doen wij gewoon een fors aantal procenten, tientallen, van ons omzet echt puur via onze website. Wie wilt er even een testje? Wie wilt er een website van mij kopen nu voor 25.000 euro? Ik kom straks bij jullie. Bijna niemand. Er zijn maar twee mensen in deze wereld van wie je iets aanneemt. Nummer 1, dat is de bewezen expert die jij een expert vindt. En nummer 2. Je moeder. Die had ik verwacht. Nummer 2 is, als je van je moeder houdt, je moeder, dus ik zou het kunnen zijn, maar een vriend. Dus een bewezen expert, 1, of een vriend, nummer 2. Als je niet of een bewezen expert of een vriend, of het liefst nog allebei bent, ga je niks verkocht krijgen. Dus als jij met content, koop nu mijn WordPress updates, koop nu een site, de vreemdeling benadert, dan denkt hij, rot op man, ik interesseer me niet wie je bent. En je gaat me ook nog iets verkopen. Make sense? Toch is dat wat heel veel gebeurt. Kijken of we het uit elkaar kunnen trekken. Er zijn er dus twee redenen om iets van iemand te kopen. Hij is bewezen expert in jouw ogen. Of 2, hij is een vriend. Parkeer die even in je achterhoofd. Belangrijk is, sluit aan op waar die potentiële koper, die start als een vreemdeling, waar die zit in zijn hoofd. Zit hij in de no-fase? Dus ik ga dit even voorlezen omdat het zo belangrijk is. No-fase is, er is een probleem. Dat gaat niet over jou, maar over de pijnpunten en dat er mogelijk een oplossing is. Dus uitingen waarmee wij zelf qua content geprobeerd hebben, en dan laat ik even een kijkje onder de motorkap. Wij zeiden eerst, is je website een kostenpost? Of doe de test, is je website een kostenpost? Dat werkte niet zo goed. En waarom niet? Omdat in het MKB, die klanten, die accepteren dat een website een kostenpost is. Zoals een visitekaartje ook een kostenpost is. Maar toen wij de content gingen veranderen naar, is je website een kostenpost? Dat is niet nodig, kijk maar. Dan heb je het opeens, is het een pijnpunt. Bij mij is het wel een kostenpost. Snapt iedereen dat verschil? Heel groot verschil in resultaat. De no-fase. Dus wie heeft er een business die niet met websites te maken heeft hier? Wat doe je? Wij run mee een nieuwswebsite. Oké. Onze klanten zijn lezers. Oké. En iemand anders een product of een gek ding? Oké, we gaan straks met een ander voorbeeldje werken. No-fase, pijnpunten. Gaat niet over jou, maar over de pijnpunten. Dat is het enige waarop je kan communiceren als iemand nog in de no-fase zit. Like. Ik heb een probleem. Die website is een kostenpost. Jij laat me zien dat dat niet nodig is. Vertel me er maar wat over. Op dit punt, zeker op die eerste, niemand interesseert zich dat ik van ons ben. En je vindt me ook nog niet aardig. Die is alleen maar bezig met zijn eigen probleem. Dus ik start daar niet met, ik ben Bas van der Lans en ik ga je problemen oplossen. Nee, het enige waar je over praat in de no-fase is de pijnpunten. Wauw, je hebt me ervan overtuigd. Ik heb een pijnpunt. Ik sta ervoor open om er kennis van op te doen. Dat geeft jou de gelegenheid om jezelf neer te zetten als autoriteit. Maar pas daarna, pas als die pijnpunten duidelijk zijn. En pas als je hier een band gebouwd hebt, dan kun je gaan zeggen, je zit met een probleem. Je hebt daar een en ander over geleerd. Ben je niet nieuwsgierig naar een oplossing daaromtrent? Maar pas als je die eerste twee fases gedaan hebt, staat iemand ervoor open om dat van je te hebben. Dus content die je op LinkedIn zet voor nieuwe mensen, of die je laat delen door ambassadeurs, niet commercieel en niet over jouzelf. Make sense? Oké. Hoeveel tijd krijg je per fase?
Die Nova's, dus een advertentietje of iets wat iemand deelt, moet echt in een paar seconden moet triggeren. Want in een tijdlijn, of het nou Facebook is of LinkedIn, jouw content staat er wel, maar die mensen die komen absoluut niet voor jou of jouw content. Dus je moet iets heel kleins en prikkelends hebben. Dat kan een quizje zijn, dat kan van alles zijn. Doe de check, is je site veilig, whatever. Dat is het enige type content die je kan gebruiken in die Nova-fase. Als iemand erop klikt, heb je een paar minuten. Dus zorg er ook voor dat die content in een paar minuten te consumeren is. Twee of drie vraagjes, heel kort artikeltje. Het moet extreem waardevol zijn. Like-fase, ik ga zo voorbeelden erbij geven hoor. Als iemand die no-fase doorheen is, dan heb je in die like-fase meer tijd. Ja, dus we zeggen 10, 15 minuten. Heb je de tijd om een relatie op te bouwen. En daarna een trust. Ik ga ze even uitwerken en daarna voorbeelden geven. No-fase. Je krijgt extreem weinig tijd, vertelde ik dus. Seconden tot een paar minuten. De bezoeker die weet nog niet dat hij een probleem heeft. Of de vreemdeling die weet nog niet dat hij een probleem heeft. En jij moet extreem veel waarde gaan leveren. Je moet hem echt verrassen, want anders is hij meteen weer weg. Het internet is zo vluchtig. En absoluut geen commerciële propositie doen. Op het moment dat iemand nog puur zit met het moment dat er een pijnpunt moet landen bij hem. En jij gaat zeggen, hey, je kan dit bij mij kopen of het kost dat. Ben je hem kwijt, voor altijd. Tenminste, misschien heb je je niet voorgesteld. Dan weet hij niet dat jij erachter zat. Dat is dan nog je voorbeeld. Geen commerciële propositie doen. Nou, een voorbeeld kan zijn een guide of een caseje waarin je laat zien dat die site geen kostenpost is. Case study laten zien. Of een quizje. Hoe groot is jouw digitale slagkracht? Of het kan van alles zijn. Voorbeeld wat we gedaan hebben, niet buiten een site, maar op een site, is deze. Proefdiervrij. Dat is een organisatie die maakt zich hard om ervoor te zorgen dat er geen proefdieren meer gebruikt worden. Die hebben een doneer nu knop. Nou, daar een paar procent van de mensen die door die site heen gaan, bereikt uiteindelijk die doneer nu en doneert. Nou, dat ligt niet zo heel hoog. Wat we gedaan hebben, is werken met quizjes. We hebben een quiz zoals dit ervoor gezet. Hoeveel proefdieren worden er jaarlijks gehouden in Nederland? Je klikt en vervolgens krijg je de vraag, of krijg je het aantal te zien wat het is. Met vervolgens uitgelegd, samen met jou willen we dit naar nul toe brengen. Wil je doneren? En wat je gedaan hebt, krijgt iemand al in een soort ja-ritme. Hij heeft al een antwoord gegeven, dat is goed of fout, maar hij heeft al een interactie. En dan ga je hem doorvertalen naar die doneerpagina. Meer dan, het is tientallen procent meer omzet via doneren, puur en alleen door zo'n relatief suf quizje. Vet of niet? Like-fase. Je krijgt iets meer tijd. Nou, wat wij gedaan hebben is bij het boek video's gemaakt. Een aantal dagen achter elkaar krijg je een filmpje van 10 tot 15 minuten. Dat gaat niet over ons. Ik zit er wel, toevallig, maar het gaat niet over van ons is goed. Het is puur algemene kennis over hoe je je digitale slagkracht kan vergroten. Daarin verwijzen we naar andere bedrijven, naar andere tools. Geen commercieel verhaal. Maar wat gebeurt er 5 dagen achter elkaar? En dat kan ook 5 weken achter elkaar. Je kan dat met elke autoresponder tool doen. Kom je in een soort huiskamersetting waarin ik je dingen uitleg. Je bouwt daar een hele intieme relatie met iemand mee op, terwijl het puur geautomatiseerd is. Ik laat het je zo zien. Bezoeker is geïnteresseerd in kennis over hoe het probleem op te lossen, want hij heeft zich ingeschreven nadat hij dat no-verhaal heeft gezien. Kennis maken, nou in dit geval doe ik het door zelf te gaan zitten. Dat kan ook door met meerdere collega's iets te doen. Of door, het hoeft niet video te zijn, het kan ook tekst zijn. Je kan een stukje autoriteit bouwen door te zeggen, hey, we stonden in dat vakblad, dit is onze mening over onderwerp X. Je kan het zo bij elkaar rapen, die content. Voorbeeld autoresponder is wat ik net noemde. Dus wie weet niet wat autoresponder is? Kijk, top. Dus nieuwsbrief is, ik stuur 1 keer per maand een ding uit. Autoresponder is, iemand schrijft zich in. 1 uur daarna stuurt hij deze mail. 5 dagen daarna stuurt hij die mail. Dus dat is conceptduidelijk. Clear. Voorbeeld hier bijvoorbeeld. Nou, mensen kunnen zich hier inschrijven. Stuur me de video's. En 5 dagen op rij krijg je video's met daarna de vraag, een aantal vragen op basis waarvan je je eigen actieplan kan maken. Dit is een goed voorbeeld van een like lead magnet, klantmagneet. En trust, op het moment dat ik na die 5 dagen iemand een mailtje stuur wat ook geautomatiseerd is met, heb je niet interesse om even langs te komen of zullen we erover praten?
dan leeft bij iemand al het idee, nou, het percentage zegt natuurlijk nog steeds nee, maar een ander deel zegt, hey, wat gaaf, dus hij die autoriteit is geworden, vriend en professional, wil nu met mij in gesprek. De band is heel erg anders op dat moment. Klinkt dat logisch? De bezoeker ligt, nou, als het goed is, wakker van zijn problematiek en weet dat er een oplossing is door die filmpjes of door die artikelen die jullie gedeeld hebben. En dan is iemand helemaal opgewarmd, helemaal geëduceerd om ja, feitelijk met jou om tafel te komen en een beslissing te maken die al dan niet in jouw voordeel is. Dat kan een webinar zijn, maar bij ons is dat, ja, we experimenteren nog soms wel met een webinar, andere keer met gewoon in één keer uitnodigen, salesgesprek. En wat we zeggen is, als je hier die funnel hebt, vreemdeling naar bezoeker, bezoeker naar lead, lead naar klant, die content, vreemdeling naar bezoeker, is alleen maar no content. Bezoeker naar lead, dus het moment waarop je vaak vraagt van, hey, wil je dit whitepaper downloaden? Of wil je deze video zien? Of op de autoresponder, like content. Lead naar klant, trust content. Heb je ook veel meer tijd. Hier moet je een paar seconden de aandacht trekken en binnen 5 minuten iemand verleiden. Hier heb je 10 tot 15 minuten en dat kan ook vaker achter elkaar zijn met zo'n autoresponder. En hier hebben mensen de tijd. Kan je best een uur van iemands tijd vragen. Is dit nuttig om je content op in te delen? Mooi. Ga, en dat is de outtake hier, ga voor een conversie die kleiner is dan koop nu. Of een vraag en offerte aan. Wie heeft er een webshop? Dat zijn er niet zoveel. Wie maakt er wel eens webshops? Kijk, dat zijn er meer. Oké. Okay. Ik zal straks even voorbeelden laten zien waarin dit ook voor webshops kan werken. Huiswerk. We zitten in een school. Dus dat kan. Bedenk voor jezelf die klantmagneten. Ga een no-klantmagneet maken. Ga een like-klantmagneet maken. En ga een trust-klantmagneet maken. Wie gaat dit doen? Kijk, dat is mooi. Wie gaat dit voor binnen een week doen? Maak die afspraak met jezelf. Ben streng voor jezelf. Sinds wij ons content allemaal hier naartoe hebben vertaald, nou, die resultaten, we zijn er zelf erg blij mee. Wie zegt, ik ga hier echt niet uitkomen. Mijn business is zo specifiek. Dit is te moeilijk. Voor de nieuws? Die behandelen we aan het einde nog eventjes. Jullie kunnen voorstellen, als ik dit praatje doe voor een heel divers MKB-publiek, dan gaan er heel veel handen omhoog en dan ontstaat er een soort brainstorm met elkaar. Gelukkig zijn wij allemaal creatieven, dus we kunnen heel ver hierin al komen. Hoe zouden jullie deze tackelen bijvoorbeeld? Wat voor no lead magnet klantmagneet kan je hiervoor maken? Iets met dat je zoveel risico loopt om je gebouw af te fikken of dat het zoveel kost als je gebouw eenmaal verloren is. Ja, precies. En dan zit je heel erg op angst. Maar ja, die is heel makkelijk en die zou heel goed kunnen werken hier. Dus, test of jouw huisbrand veilig is, doe de test. Precies. Dus je komt heel snel, ook in dit soort plat webshop ideeën, kom je al heel snel tot slimme ideeën. Dus doe de quickscan, is je familie veilig? Vervolgens kun je zeggen, hey, we hebben 3 video's gemaakt van 10 minuten. Of we hebben een content. Mogen we je elke week een brandveiligheidstip sturen? Nou, dat doe je 4 weken op rij. En vanaf de 2e of 3e week gooi je er af en toe eens een product in. Of wil je een telefoontje plannen met een expert? En je schuift 5 brandmelders en 2, nou, allerlei producten naar binnen. Makes sense? Cool. Dus ga voor een conversie die veel kleiner is dan koop dit product. Ga iets maken wat ertussen zit. Als iemand klikt vanuit, of als iemand zoekt op, dus je hebt no, like en trust. Als iemand klikt op, of iemand googelt brandmelder en klikt, in welke fase zit hij dan in zijn hoofd? Ik hoor hem al. Dan is hij zich waarschijnlijk al bewust van het probleem dat zijn huis onveilig is. Dus je zou de content waar de invalshoek Google is, die zou je meteen dus op een like-pagina kunnen laten komen. Maar op de plek waar je door vreemdelingen gevonden wordt, moet je echt werken met no-content. Dus in je advertenties of de pagina's die je graag wil dat gedeeld worden. Clear? En onthoud dat dan ook in je achterhoofd. Als je op Facebook iets doet, je bent altijd, nou, 9 van de 10 keer irritant voor die bezoeker. Dus je moet hem niet, ja, je moet hem echt verleiden. Het is echt een spel van verleiding. Iets wat puur en alleen op die no-content zit. Nou, wie weet zeker dat we er hier niet uitkomen. Gelukkig
hier komen we allemaal uit met elkaar. Strategie, nou, er is een naam voor, we hebben niet zelf bedacht. Out teach your competitor. Wij hebben dat ook met het boek gedaan. Ga op zoek, ook voor jouw klant, namelijk challenge jouw klant. Welke informatie is zo belangrijk of zo uniek in jouw bedrijf dat je hem echt niet weg wil of durft te geven? Nou, dan zegt iemand, nou, dit proces is wel echt, challenge die klant. Ga zorgen dat hij juist die content op gaat schrijven. En help hem ermee om het crunchy te verpakken. Want wat je zal zien als je met whitepapertjes, je bent er niet als je even wat troep bij elkaar pleurt op z'n Rotterdams. En zegt, ik heb een whitepaper gemaakt. De consument, of het nou een bedrijf of een consument is, die heeft dat altijd door. Het moet echt heel waardevol zijn. Of het nou in die no-fase, in die like-fase of bij jou aan tafel in die trust-fase is. Champagne bij de Porsche dealer. Nou, het verhaal is al geland, denk ik. Ga op zoek naar iets wat voor die klant zo waardevol voelt als het weggeven van een glaasje champagne. Hou dat in je achterhoofd. Is het zo lekker, is het zo waardevol als je van champagne had? Als champagne? Nee? Oké, dan starten we opnieuw. Dan moeten we het nog verder gaan aanscherpen. Voorbeeld van zo'n funnel. Nou, dit is een beetje een linkbait titel, maar is wel echt waar. Zoveel omzet met één LinkedIn post. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die funnel gemaakt met video's. Ik zal hem zo even laten zien. Ik zal ook met conversiecijfers even laten zien. 1 op de 30 man die aan ons videofunnel begint, komt bij ons op tafel. 2 op de 3 mensen daarvan, daar sluiten we een deal mee. Als je die cijfers rond hebt, we zeggen ga niet starten met adverteren op LinkedIn of Facebook, want het is best wel duur. Ga pas als je die funnel even online hebt en hem naar een paar mensen hebt gestuurd. Ga daarna pas kijken of je dat kan opschalen door middel van advertising. Funnel zoals we hem hier hebben bij het boek is, of het verhaal wat we in advertising gebruiken is, we hebben een boek geschreven om ervoor te zorgen dat jij bij die 10% gaat horen die wel groeit. Koop het boek vooral niet, want we hebben er wat video's over gemaakt. Dat is eigenlijk het verhaal wat we doen. Nou, dat is best wel een sympathiek ding, want iemand denkt dat je een boek wil verkopen en vervolgens krijgen ze iets gratis. Heb je het hier? Nou, er zitten wat social proof dingen, de artikelen die over Telegraaf ondernemer. Schrijf je in en je krijgt een aantal video's. Dit is de like. We hadden er iets voor die no-fase, maar wij merkten uiteindelijk die no-fase. Die like-fase was interessant genoeg, dus no hadden we niet nodig. Of soms doen we het dan met een video, maar je gaat daarmee spelen. Hier heb je de video's. Nou, dag 1, online succes, anno 2018, dit is dag 1. Hier staat al dag 2 vanaf morgen te zien. Dus je krijgt morgen of de dag daarna krijg je een mailtje met, dit is je tweede dag. En vanaf dan kun je door al die 2 dagen heen klikken. Derde dag, volgende ding. Wat is er uitgekomen? 1 op 3. Van die landingspagina met die video's schrijft 1 op de 3 zich in. 1 op de 25, nou dat hangt een beetje van source af, waar die leads vandaan komen. 1 op de 30 is dit ongeveer. Krijgen we aan tafel en 2 op de 3 daarvan die worden klant. Dat zijn cijfers, die heb ik daarvoor. We hebben wel eens geprut met nieuwsbriefjes en een whitepapertje. Dit soort cijfers hebben we nooit voor elkaar gekregen toen we niet die content in die stapjes hadden. Ga ermee experimenteren. Bas, ja? Er staat 1 op 25 aan tafel voor een betaalde afspraak. Ja. Wauw. Ja, leg dat eens uit. Wat wij, ik ga een verhaaltje vertellen, moet je zeggen of het herkenbaar is. Wekelijks komen er echt wel heel veel aanvragen binnen van mensen die een kopje koffie met je willen drinken. Maar vooraf weet je al dat een heel groot deel daarvan komen kennis halen en wordt geen opdracht. Voor wie is dat herkenbaar? Mij frustreerde dat al 9 jaar. Niet omdat ik dat niet wil delen, maar omdat als ik tegen al die afspraken ja zou zeggen, dan zou ik 80 uur per week moeten werken. En dan heb ik alleen maar dat soort afspraken, dus kan ik niet over mijn bedrijf nadenken of content maken. Waar wij mee experimenteren, we moeten nog kijken of dat het beste ding is. Na die 5 dagen vragen wij jou, hey, wil je een sessie doen op basis van jouw antwoorden bij ons? En we laten ze dan, die sessie kost uit mijn hoofd, op dit moment, we experimenteren met die prijzen, €500. Als ze later klant worden, dan krijgen ze een voucher van €500 om die weer in te zetten. Dus dan is die weer als korting. Maar op die manier, dit is hoe we hem nu hebben ingestoken. Make sense? Ja. Oké. Interessant experiment, toch? Ja. Maar het kan op elke manier. Kijk,
die mensen die zijn al helemaal lyrisch van, oh, die video's zijn wat leuk en ik ken je. Dat voelt voor hun al, toch al een soort bekende Nederlander, want je hebt al zoveel tijd met elkaar, bekende Belg, sorry. Je hebt al zoveel tijd met elkaar doorgemaakt. Ja, op die manier. Dus je kan het ook gratis doen. Die mensen hebben zichzelf al veel beter gefilterd. We hadden in 2011 het WordPress handboek voor ondernemers geschreven. En letterlijk, dit is niet overdreven, we zijn sinds 2011 meer dan 10.000 keer gebeld. Met, oh, ik heb, jullie zijn toch WordPress, mijn plaatje doet het niet. Dus, laat ik zeggen, en, dus wij zijn ook heel erg op zoek gegaan naar hoe kunnen we deze content niet alleen inzetten voor sales, maar ook om te zorgen dat de betere mensen ons bereiken, waar wij meer waarde voor toe kunnen voegen. Clear? Je bent ook aan het experimenteren met die waardebepaling van betaalde afspraken. Kan je iets meer vertellen over hoe je die waarde bepaalt van 500 euro en geen 100 of 1000? Wij hebben gekeken, hey, hoeveel uur gaan we erin stoppen. Maar het is ook een beetje natte vingerwerk. Van kijken wat we kunnen. Kijk, als ik voor 100 euro 1000 keer die sessie verkoop, of voor 100 euro 100 keer die sessie verkoop, maar we converteren ze niet naar klanten, dan zijn die sessies nog steeds zonde van je tijd, in zekere zin. Als je 1000 euro doet en nog maar 3 mensen kopen hem per maand, maar vervolgens converteren ze allemaal naar klanten, ja, voilà, dan ga je daarvoor. Dit is echt trial and error. Maar dat is trial and error op basis van volume. Dus als je nog veel volume hebt, dan. Je kunt ook vragen aan zo iemand van, hey, als iemand, kijk, je kan iemand sturen voor 1000 en vervolgens een mail sturen een week later, we doen het voor 750 en vervolgens, je kan er allebei experimentjes mee bedenken. En je kan het ook gewoon met mensen vragen. Mensen delen graag als je maar de juiste vraag stelt. Dat is die funnel. Wat we doen om die funnel te vullen, dit is hem, we werken bijvoorbeeld samen met grote content titels. En dan zeggen we, hey, we branden hem, kijk, dit is de normale. En dit is een andere, die heet Ondernemersbelang. Die hebben 110.000 MKB'ers in hun achterban. Daar delen we dit mee, maar we liften puur op hun content mee. Als dit in een nieuwsbrief zet, dan hebben we ongeveer weer, 40% meer conversie op als we ze op zo'n pagina sturen. Omdat je meelift op de reputatie van zo'n netwerk. Interessant? Wat we doen, kijk, ik spreek bijvoorbeeld bij een hostingclub. Nou, dan spreek ik daar en vervolgens wordt aan hun achterban van een paar honderdduizend man wordt gestuurd, hey, heb je de presentatie gemist? Je kan alsnog de content krijgen. Nou, dit is op hun kantoor met hun mokje staat ervoor. En schrijf je in. Nou ja, op deze manier maak je heel goed gebruik van het feit dat je ergens mag of kan spreken. Zat hier wat hier gebeurt? Wel interessant, toch? Theorie achter dit, dat je combineert qua merken en daarop meelift. Brandscaping, dit is het lelijkste boek qua voorkant wat ik ooit gezien heb. Het is 2012, is ook nog eens oud, maar die Demi de Zeeuw, ja, dat is een bekende voetballer, ex-voetballer, die heeft zijn hele merk Baller, tientallen miljoenen, bijna 100 miljoen waard, heeft hij puur gebouwd op basis van deze brandscaping theorie. Dus met influencers of nou ja, in elke markt is wel iets of iemand te verzinnen met wie jij kan samenwerken. Kijk, zo'n ondernemersbelang platform, zij zijn ook op zoek naar goede content. Dus als jij een funnel neerzet met waardevolle content, kans is groot dat ze daar niet de hoofdprijs voor willen hebben, mits jij echt waarde toevoegt voor hun achterban. Brandscaping, must read, als je dat interessant vindt. Huiswerk, bedenk dus een know, like en trust klantmagneet. Ik zal zo even vertellen welke plugins wij allemaal in die site hebben zitten. En als we kijken, je hebt best wel eens de vraag van, ga je WooCommerce gebruiken, ga je Magento gebruiken, ga je Drupal gebruiken, ga je whatever gebruiken. Joomla, wie zei dat? Oké. WordPress is gewoon echt koning in dit soort contentzaken. Ook, we doen het ook voor grote corporates. Als we dit soort dingen op gaan zetten, no-brainer. Het mag 9 van de 10 keer gewoon naast die grote logge corporate website die in een ander land beheerd wordt, in Zwitserland of wherever it may be. WordPress die heeft voor al die lead magnet, het is voor de marketeer the only way to go als je naar dit soort content krijgt. Dus gebruik ook, kijk, we doen bijvoorbeeld Intratuin. Dat is een groot tuincentrum ding in Nederland. We doen zo'n WordPress-ding, staat gewoon naast hun Magento-shop. En zo doen we dat voor veel klanten. Je hoeft niet de hele boel om te krijgen naar WordPress. Zeg gewoon, we gaan een pilot doen met content en we doen het in WordPress. Makkelijker voor jullie, makkelijker voor ons. Niet voor niks, dat rechtvaardigt dus het marktaandeel. Afhankelijk van waar je kijkt, de een zegt 30%. Nou, je hebt hier, die bron staat eronder als je klikt naar de presentatie. Die zeggen 60%. Nou, van de, er zijn allemaal statistieken. Maar dit rechtvaardigt het gebruik van WordPress. Echt op elke marketingafdeling worldwide.
Wat wij in die site hebben zitten, ik ga hier even snel doorheen, want je kan in de slides gewoon zien wat er, je kan dit in de slides terughalen. Voor e-mails gebruiken we Drip of Mailchimp. Nou, Mailchimp is qua GDPR weer iets verder, zagen we vanochtend. Dus nou, inmiddels kan het met allebei. Toen wij begonnen, werkten we met Drip, omdat die automations nog niet in Mailchimp zaten. Thema in dit geval is Marketeer's Delight. Forms gebruiken we Gravity Forms voor en Zapier, zodat we als iemand bijvoorbeeld antwoorden op vragen geeft, kunnen wij dat weer teruggeven aan het e-mail tool. Dat is super relevant, want dan kun je op basis daarvan weer andere mails sturen. Daar gebruiken we Zapier voor. Als je een quizje gaat doen, bereken jouw digitale slagkracht. Is jouw gezin veilig? Beantwoord de drie vragen. Gebruiken we daar Thrive Quiz Builder voor. En voor GDPR, de WP GDPR Compliance. Daarmee ben je niet voor al je zorgen in het leven af, maar ben je een heel eind. Dan heb ik nog heel eventjes de methode die wij hanteren. Wie kent Scrum? Iedereen kent Scrum. Wie weet, wiens klant kent Scrum? Dat zijn er al een stuk minder. Ik zie de grote bureaus, Level, Sevy. Sevy is geen bureau, maar jullie werken voor je grote klanten met Scrum, maar voor de kleine is het vaak gedoe. Toch? Of je krijgt het niet in, of het project is te klein om ermee aan de slag te gaan. Voor klanten is een website vaak een project. En hoe gaat dat dan? Nou, het is voor ons wel heel veel geld, dus kan je ons wel verzekeren dat we dan weer 3 tot 5 jaar klaar zijn. Wie herkent dat? De enige die een website kan maken, die vanaf het moment dat je hem live zet, 5 jaar mee kan, of 3 jaar mee kan, is een waarzegster. Die ook nog eens websites kan maken. Die bestaan niet. Huh? Oh, oh. Wat we in het boek doen, we werken met een model en dat heet het digitale slagkrachtmodel. Maar eigenlijk is het Scrum uitgelegd in Jip en Janneke taal. We zeggen, je hebt een inspiratiefase, want in het begin heb je nog niet data of analytics. Of niet waardevolle data of analytics. Dan ga je maken wat je bedacht hebt of je beste aannames. Dan ga je leren wat er goed en fout ging en dan ga je het verbeteren. Maar wat er vaak gebeurt is dat al het geld uitgegeven wordt alleen aan die maakfase. Aan die inspiratiefase. Terwijl elke euro die je uitgeeft op het moment dat je nog niks weet, is dood en doodeng. Want wat ga je ervoor terugkrijgen? Dus liever dat je tegen een klant zegt, hey, we gaan alleen met je werken als we ook zo'n eerste doorontwikkelfase met je doen. Want elke euro die je hier uitgeeft is veel minder spannend. Make sense? Wat we dan zeggen is, site gaan we maken of inspiratie in maken. En elk kwartaal probeer je zo'n optimalisatieslag te doen. Wij laten klanten nooit voor uittekenen van doe het maar voor 3 jaar en je krijgt korting. Dat vragen wij nooit. Soms stelt de klant de vraag, maar meestal niet, want niemand houdt van die recurring afspraken. Maar als je elk kwartaal iets gaafs of iets nieuws doet, dan is de kans heel groot dat je A, veel meer uit je budget gaat halen. En dat je niet dat getouwtrek hebt aan het einde van, oh, dit hoort nog wel bij het project of dat hoort nog niet bij het project. Want ook dat zou iedereen hier herkennen in de zaal. Dan zeggen we 20% denken, 80% doen, dat gaat over budget. Dus stel dat je 5000 euro hebt, dan zeg je 4000 voor de eerste stap en 1000 voor de optimalisatie daarna. Dan zeggen we, nou, van die 4000 doe je 20% in het nadenken en 80% in het doen. Nou, sommige bureaus doen ook strategie, dan gaat er veel meer zitten in het nadenken. Maar het zijn even wat vuistregels. Als je op deze manier offerten indeelt, dan klinkt het voor een klant vaak eerlijk. Ik ga hier even snel doorheen, want we hebben nog 3 minuten. Dit is een klant van ons, proefdiervrij. Deze website is uit 1998, ze waren er vroeg bij. 2004. 2014. En zij hadden de vraag aan ons van, hey, we willen met crowdfunding aan de slag. En we hebben een achterban van 60.000 man en die zijn ook wel eens conservatief. Toen hebben we gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan niet in één keer die hele site redesignen. We gaan het crowdfunding deel helemaal los in die toevoegen aan de site. En dat maken we helemaal in een nieuwe huisstijl. Er staat hier geluid uit, want Justin Bieber op de achtergrond. Oké. Okay. Nou,
Ik ga daar even heel snel doorheen. We hebben dus een projectdeel gemaakt, helemaal los in een nieuwe huisstijl. Toen dat een succes was en de achterban daar niet slecht op reageerde en een aantal heel positief, toen pas hebben we gekozen om de hele website naar die nieuwe huisstijl toe te brengen. Dus we hebben gezegd, eerste kwartaal gaan we dat crowdfunding deel maken, tweede kwartaal gaan we uitrollen de website of de nieuwe huisstijl naar de hele website. Make sense? Voor hun minder spannend, voor hun achterban minder spannend en het budget is veiliger verdeeld. Kleinste interactie is een verkoop. Dat punt hebben we gemaakt. En zorg ervoor, je gaat niet in één keer alles goed raden. De professionals in ons vakgebied weten, en dat geldt voor jullie allemaal, niemand raadt het goed. Je kan veel beter zeggen, we weten het niet, dus we gaan het testen. Ik ga dit doen, heb ik altijd zo gedaan, werkt perfect. Dus maak een interactie die kleiner is dan koop dit product. Voorbeeldjes, het staat in de presentatie. Zijn er nog wat inspiratiedingen voor die no-zaken? En dan nog even de quiz. We zijn dus, kwartaal 1 voor proefdiervrij was de crowdfunding. Kwartaal 2 was de design naar de hele site toe brengen. Kwartaal 3 is dat we met die banner, want we waren super verrast over wat de impact was op de donaties door middel van zo'n quiz. Toen zijn we er met 2 gaan testen. Eentje is, hoeveel proefdieren worden er jaarlijks gehouden in Nederland? Met een aantal erbij, 50 of 500.000. Dat waren er uiteindelijk 529.000 en een beetje. Hier kreeg je het antwoord, 526.000. Samen willen we daar 0 van maken, doneer nu. Dat was optie 1. En optie 2, die vonden we zelf vele malen cooler. Like als je tegen proefdieren bent, want zij hadden een probleem. Heel veel mensen liken het wel, maar doneren niet. Like als je tegen proefdieren bent, dan like je het. En vervolgens, toch best wel brutaal, met een like red je geen proefdieren. Edgy. Zij waren heel benieuwd. Bizar, hè? Ja. Hier waren we heel benieuwd naar. Wij waren er, ik vond vind B echt een fantastisch idee. Ik ga aan jullie vragen, welke had meer conversie? Is dat A? Hoeveel proefdieren worden er jaarlijks gehouden in Nederland? Of is dat die hele vet? Is dat B? Ga maar staan als je A zegt. Wie wil absoluut het boek niet winnen? Want die mag gaan zitten nog. Oké. Taak, die zit al. Het antwoord was inderdaad A. Dus mensen, blijf even staan. Maar nu is de vraag, met hoeveel procent meer kwam er binnen op deze banner, A? Wie durft iets te roepen? 50%. 66? 25? 30? Wie durft er hoger te gaan dan? 70? 75? 80, dan stoppen we hier, want het antwoord is bijna 10 keer 80, 750% meer. Je mag zo je boekje op kou halen. Wow. Bizar. Dat kan ook zijn niet dat die andere gewoon heel slecht werkt. Dat zou kunnen, dat weten we niet. En omdat die andere goed werkt, omdat je in een soort ja-ritme komt. Maar neem dat mee. Ga ermee experimenteren. Je aannames zitten er meestal naast. Ga die know, die like en die trust uitwerken ter waarde van een glas champagne. Ga kijken of je dit Scrum for Dummies tussen de oren van de klant kan laten landen. Dan bedank ik jullie van harte voor deze talk. Wat ik nog gedaan heb is op digitaleslagkracht.nl/Antwerpen kan je nu al de slides vinden. Dus go your gang. Dank jullie wel. Dankjewel Bas, dat is volgens mij een heel enthousiast en motiverend verhaal dat je hebt gehouden. Zijn er nog vragen? Want er zijn heel veel vragen tussendoor geweest, maar... Ja. Is er veel weerstand bij het installeren van een tweede website? Dat je zegt van de oude logge website, hou die gewoon, we gaan iets nieuws zetten. Kijk, wat wij zelf gedaan hebben, ik wilde niet hoeven overleggen met mijn team, dus ik heb zelf digitaleslagkracht.nl naast van ons gemaakt. Dus als ik kan laten zien, A, dat het werkt, dat de theorie werkt en B, dat ik het zelf ook op twee lossen doe,
dan is eigenlijk dat ijs wel gebroken. Want ik kan gewoon met laten zien, ja, we hebben niet getest wat het doet als het op van ons zou staan, maar we willen dat ook losstaan. Kijk, veel corporates die zitten überhaupt vast aan dat ze het met hun vaste templates moeten doen. Dus je kan het dan gewoon niet doen. Dan zeg je, nou weet je wat, dan wacht je hier 5 jaar mee, maar dan ga je wel de kansen missen die hier nu nog liggen. Dus eigenlijk, in de korte antwoord, nee. Bij de live files heb ik begrepen dat vaak is je vraagt zo weinig mogelijk. Ja. E-mailadres, misschien ook de voornaam. Ja. In de trustfase ga je dan echt alle informatie vragen. Kan, als het nodig is. Ja. Ik ben dan benieuwd, doen jullie ook soms tijdens dat autoresponder dat je dan nog extra informatie vraagt? Achternaam, noem maar wat. De vraag is hoe nuttig het is. Kijk, wij vragen op een gegeven moment, je kan dingen vragen, maar dan moet je er wel iets mee doen. Kijk, als wij zeggen van, dit is heel erg pool marketing. Wij vragen van, hey, heb je zin om een keer af te spreken over jouw site? Dan kiest iemand er heel erg zelf voor. Ja, natuurlijk gaat hij je dan bellen. Of hij belt jou, ja. Die kans is wel, kijk, je kan zien in zo'n autoresponder tool of iemand ergens op geklikt hebt. Ja, dan kun je daarna desnoods persoonlijk opvolgen. Dat maakt niet zoveel uit. Eén laatste vraag. Helemaal achter. Ik ben die persoon van die nieuws site. Ik heb jou beloofd dat we samen gingen nadenken. Dat gaan we straks even doen in de pauze. Mijn algemene vraag is eigenlijk, voor ons is extra inschrijvingen op onze nieuwsbrief heel belangrijk. Ja. Dat sociale media voor ons tegenwoordig heel moeilijk is. Ja. Mensen daar timeline te verschijnen. Ja. Algemene tips om de mensen te onthalen om zich in te schrijven op een nieuwsbrief. Waar gaat jullie nieuwsplatform over? Het is eigenlijk een vakblad voor de sociale sector. Een vakblad voor de sociale sector. Wat is de belangrijkste vraag die nu speelt bij de sociale sector? Er zijn verschillende actuele thema's die wel interessant kunnen zijn voor onze lezers. En we zouden eigenlijk liever hebben dat er meer mensen die wekelijks een nieuwsbrief ontvangen, zodat ze niet over onze site. Precies. En hebben die mensen het over het algemeen druk? Ja. Kijk, daar hebben we iets. De nieuwsbrief klinkt als heel fijn voor jou als mensen zich inschrijven, want je hebt groot bereik, meer geld van adverteerders, dat soort dingen. Maar voor een klant klinkt een nieuwsbrief als boring. Valt me niet mee lastig, ik krijg al genoeg mailtjes. Als je hem niet nieuwsbrief noemt, maar zegt van, hey, er spelen nu 3 dingen in het vakgebied. Daar hebben we, die hebben we heel kort en bondig samengevat. Wil je dat we je elke week een dingetje daarover sturen? Laat dan nu je mailadres achter. Dan heb je iets veel activerenders, dan blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief. Daar zijn mensen echt blind voor geworden. Kan je iets met die tip? Ja. Oké. Okay. Wie heeft er helemaal niks geleerd? Wie heeft er inspiratie op gedaan? Jee, dank jullie wel jongens. Dames. Voor jou het boekje, die kom je...